Hé, hey, wat leuk dat je kijkt! Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over van hellingsgetal naar hellingshoek. In deze video ga ik je laten zien hoe je de hellingshoek kunt berekenen als je het hellingsgetal hebt gekregen. Ik ga het uitleggen aan de hand van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier staan. Je ziet hier aan de rechterkant een helling getekend. Dat is de helling van a naar c. En daaromheen hebben we weer een rechthoekige driehoek gemaakt, zoals we wel vaker doen. En daarbij is de verticale verplaatsing gelijk aan 4 en de horizontale verplaatsing is gelijk aan 13. Eerder hebben we het gehad over het begrip hellingshoek. En de hellingshoek is in dit geval hoek A. Want de hellingshoek is altijd de hoek tussen de helling en de horizontale verplaatsing. Dus dat is hier hoek A. We hebben ook eerder geleerd dat je deze formule kunt gebruiken als je de hellingshoek weet. En die formule die is: de tangens van de hellingshoek is gelijk aan de verticale verplaatsing gedeeld door de horizontale verplaatsing. Nou, in dit geval is de hellingshoek dus hoek A. En die verticale verplaatsing is 4 en de horizontale verplaatsing is 13. En als je die informatie hier invult, dan krijg je hetgene wat hier staat. Dus die hellingshoek heb ik vervangen door hoek A. Deze is 4 en die onderste is 13. Dus hier staat nu de tangens van hoek A is gelijk aan 4 gedeeld door 13. En wat je nu ziet is dat we een situatie hebben gekregen waarin we dus de verticale en de horizontale verplaatsing weten. We weten alleen niet wat de hellingshoek is. En die hellingshoek die kunnen we nu uitrekenen. En het uitrekenen van die hellingshoek Doe je met behulp van het knopje TAN-1 op je rekenmachine. En TAN-1, dat is eigenlijk dezelfde knop als TAN, alleen dan zul je zien dat het net boven dat knopje staat. Bijvoorbeeld in de kleur geel. En je komt daar door te doen Shift-TAN of Second-TAN. Dat hangt een beetje af van de rekenmachine die je hebt. Je kunt dus TAN-1 gebruiken om de waarde van hoek A te berekenen. En wat je dan doet, dat is dit. Je typt in op de rekenmachine tan min 1 en dan tussen haakjes 4 gedeeld door 13. En als je dat uitrekent, dan kom je uit op 17,1 graden. En die 17,1 is dus de hellingshoek, dus dat is de grootte van hoek A. En in plaats van tan min 1 moet je eigenlijk zeggen inverse tangens. Want tan min 1 dat is eigenlijk rekenmachine taal. Dus vanaf nu gaan we zeggen inverse tangens en dat tan 1 mag je eigenlijk ook niet opschrijven in je uitwerking. Maar daar kom ik zo meteen nog even op in het tweede voorbeeld. Wat we nu eigenlijk hebben gezien, het zijn twee soorten formules. Als eerste, als je de tangens berekent van de hellingshoek, dan is het antwoord het hellingsgetal. En als je de tan 1, dus de inverse tangens neemt van het hellingsgetal, dan kom je juist uit op de hellingshoek. Dus deze twee dingen hebben een heel duidelijk verband met elkaar en daarbij speelt die tangens dus een grote rol. Dus de tangens van de hellingshoek is het hellingsgetal, de inverse tangens van het hellingsgetal is weer de hellingshoek. En op deze manier kun je dus van een hellingsgetal naar een hellingshoek of andersom. We bespreken nog even één voorbeeld. Het voorbeeld gaat over de helling hiernaast. Je ziet, we hebben BC die is 19 en AB is 50. En de opdracht is bereken hoek A. Dus we moeten hier de waarde van de hellingshoek gaan berekenen. Hoe doe je dat? We gaan de opdracht uitwerken en dan gaan we dus gebruik maken van een formule die we net ook hebben opgeschreven. Dus voor de tangens van de hellingshoek, dus voor de tangens van hoek A, geldt dat we doen verticale verplaatsing gedeeld door horizontale verplaatsing. En in dit geval is verticaal dus BC en horizontaal is AB. Dus je kan zeggen, de tangens van hoek A is BC gedeeld door AB. Nou, BC is gelijk aan 19, AB is gelijk aan 50, dus de tangens van hoek A is gelijk aan 19 gedeeld door 50. En nu wil ik weten wat de waarde is van hoek A. Als je die hoek wil berekenen, hebben we net besproken, dan kun je gebruik maken van tan-1, oftewel de inverse tangens. Dus wat je dan doet is, je berekent tan-1 van 19 gedeeld door 50. Ik had net tussendoor al even gezegd: je mag dat niet opschrijven, want het is rekenmachinetaal. Dus wat je nu opschrijft is gewoon dit: je noteert hoek A is en dan noteer je meteen het antwoord. En ik kom dus aan dit getal door de inverse tangens te berekenen van 19 gedeeld door 50. Hoeken ronden we altijd af op 1 decimaal, dus het antwoord is dan 20,8 graden. Dus dat hebben we gezien in deze video. Als je dus het hellingsgetal hebt en je wil een hellingshoek berekenen, dan gebruik je dus de inverse tangens, oftewel tan-1. Je gaat dan dus net als hier eerst eventjes het hellingsgetal berekenen. Dus je doet 19 gedeeld door 50. Dan doe je tan-1 daarvan. Dat mag je niet opschrijven. Je schrijft alleen de uitkomst op en dan heb je de hellingshoek berekend. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien, klik dan hiernaast. Tot de volgende keer.